De vakantie van Koert en José op Sint Maarten veranderde in een hel nadat orkaan Irma over het eiland was geraasd. Terug thuis aan de keukentafel in Oudenbosch kunnen ze alles nog maar amper bevatten. We zullen echt nog wel tijd nodig hebben om te herstellen hiervan. Want wat ik zeg, het komt allemaal nu pas. De twee verbleven op het eiland in het huis van de vader van Koert. Tijdens de orkaan beleefden ze angstige momenten. Het gevoel is van zoveel mogelijk binnen blijven. Want op het moment dat je ook maar in aanraking komt met buiten, dan is het gewoon voorbij. Aan het huis is veel kapot, maar de schade valt in het niet bij de verwoesting op de rest van het eiland. Warzone. Ja. Echt bizar. Dan besef je hoeveel geluk we hebben gehad dat we hier nog zijn. Koert en José werden maandag door de luchtmacht van het eiland geëvacueerd. Na een tussenlanding op Curaçao kwamen ze aan op Eindhoven Airport. Toen heeft Koert zijn vader ons teruggebracht hier naartoe. En ik heb letterlijk mijn rugzak neergezet en ik ben meteen naar mijn broertje gelopen die drie deuren verder woont. Het moment dat je nichtje de deur open doet en dan zegt, ik mag ze als eerste zien. Het was gewoon zo fijn om ze weer even vast te houden allemaal. Morgen houdt het Rode Kruis een nationale inzamelingsactie voor de getroffen eilanden. Volgens de twee Oudenbosschenaren is het geld voor noodhulp nu heel hard nodig. Want zoveel is er niet daar. En ik denk dat alle Nederlanders moeten helpen om onze medemensen daar weer een dak boven hun hoofd te geven. En eten en drinken te geven. Alle aandacht die het kan krijgen is zeer, zeer welkom.